Wij zijn onderweg naar Duitsland. Dit is mijn nicht uit Suriname. Wat vind je van jezelf? Station Haarlem. Alleen maar kleding zie je hier. Maar ze zeggen dat ze mango verkopen. Duitsland. Ja, what's up mensen? What's up? Ik ging dus even, we gaan zaterdag naar Duitsland. Heb ik, we gaan zaterdag naar Duitsland. Lekker gezellig, met twee auto's. Mijn auto, auto van schoonmams en paps. Alleen heb je dus in Duitsland heb je die stickers nodig voor op je voorruit. Die milieustickers noemen ze dat, vignettes. En ik ben nu in Beverwoekoe bij de ANWB winkel. Alleen daar hebben ze het niet op voorraad. Dus zij hebben mij geadviseerd om naar GWK, naar zo'n GWK kantoor te gaan. Zo'n geldwisselkantoor, of hoe je het ook moet noemen. En dat zit op Haarlem station. Daarom hebben ze het blijkbaar wel op voorraad. Want als je bij ANWB winkel gaat en je wilt het kopen, dan zeggen ze dus van... je kan het bij ons bestellen. Dan duurt het 3 tot 5 werkdagen voor je het in huis hebt. Nou ja, wij gaan over 2 dagen al weg. Dus dat gaat hem niet worden. Dus dan moet ik maar naar zo'n geldwissel Sunny, weet je. En dan hebben ze het daar op voorraad. Dus laat ik dat doen. Doei! We are aangekomen. Well, not we, but I. Because I am alleen. I am aangekomen at Haarlem. So now I'm going to parkeer mijn auto daar zo. Station. Station Haarlem. Station Haarlem. Dan ga ik even die stickers even fixen. Ondertussen ging ik bij Beverwijk ook even naar een winkel. Naar een winkel bij Cardio Fitness Beverwijk. Daar zit tegenover een sportwinkel. Greenfield Shop. Ik heb even deze gefixt. Voor straks ga ik even de sportschool in. Ga ik even level uppen. Mario, level up! Dus, en dan ga ik nu even lekker die garage in. En dan zien jullie mij zo terug met de stickers. Chalas. Hou je bek. Hoi. Deze garage, echt grote garage, echt enge bocht naar beneden. En dan een beetje gas geven. Kijk mensen, dit is het wat we nodig hebben. Bewijzen dat je Duitsland ingaat. Staat het info op. Hier de bon. Totaal €18,50. En dan krijg je hier de sticker met je kenteken. En die gaat dan op je voorruit. En dat zie je morgen. Ben je aan het hangen aan het hoofd? Wij zijn onderweg naar Duitsland, mensen. Deze zus is erbij. En Shay. Deze, je hebt maar één. en Shay is erbij. En deze is er ook bij. En wij gaan naar Duitsland met familie uit Su. Maar die zitten in die auto daar. Die daar, die zwarte daar. Die zwarte Kajar daar. Daar zitten mijn ouders ook in. En mijn nicht en nichtje uit Su. Dus met hun gaan wij gezellig een dagje shoppen in Duitsland. En de sticker die is geplakt. Dus wij zullen geen boete krijgen van €80. Laat eens even hier stoppen. Hij heeft geen zin. Tankstation. Ja. Wij gaan even hier plassen en poepen en eten halen. Ja, want je hebt honger. Kijk, je kan hier gewoon je producten zelf scannen. Hey. Wat is een cola voor mij? Is kaas. Een cola normaal. We hebben net even een pitstop gemaakt. En mijn moeder is natuurlijk altijd goed voorbereid. Want check al die broodjes. Die broodjes.
koekjes. Je hebt het niet van een vreemde, hè? Je hebt het niet van een vreemde. Broodjes, koekjes, billendoekjes. Mijn moeder is echt voorbereid. Dus die hebben wij even ingeslagen en nu gaan we door. Hier ben je volgens mij ook geweest, hoor. Ja, maar ik zag het toch op Insta. Ja, maar dan was dat een andere stad. Waren wij niet naar Oberhausen? Zo, harde tickets hier. Wat bij pinpas. Dit is wel echt een kaart. Dit is geen papier, dus echt, je kan hem niet echt buigen zoals je ziet. Maar wij zijn in Limbeckerplatz. Limbeckerplatz. In Essen. We zouden eigenlijk, we hadden gepland om naar Centrum te gaan. Maar nee, dit is het geworden. Limbeckerplatz. In Rotterdam. Wat zijn in Duitsland? Nee, Amerika. Willen jullie wel op YouTube? Willen jullie op YouTube? Nee. Nee. Dit is mijn nicht uit Suriname. En familie van mijn moeders kant. Ze is erbij. Dat ben ik. En hier hebben we een dame die niet op beeld wilt, maar het is mijn nichtje ook uit Suriname, die is er ook bij. Shay is er. Waar is mijn vader? Mijn vader is daar. Even gaan kijken wat er is. Kijk hem daar. Daar in de verte. We zijn bij de Douglas. Maar hier is hij wel duurder, dus je moet hem gewoon in Nederland halen als je hem wilt. Hij ruikt echt lekker. Maar het is goed, want hij gaat dat groeien. Ja, het is ook een lange jas. Ja, lange jas. Is het mooi? Waar is de spiegel? Kijk daar, kijk daar. Kijk daar. Kom hier voor de spiegel staan. Wat een mooie jas, hè? Met de capuchon. Shay, Shay, wat vind je van jezelf? Wat vind je van jezelf? Mooi? Ja? Wie ben jij? Oh, je bent de Rosheno. In Duitsland heb je echt veel verschillende smaken. Lekker man. In Nederland heb je echt geen keus. Je hebt alleen een keus in aardbei en mango. Of een aardbei. Je hebt in Nederland alleen keus in aardbei en citroen. Of alleen aardbei en sinaasappel. Toch? Die standaard smaken. Want dit verkopen ze niet. In Nederland. Die vitamin well active. Die Nederlander. Nooit gezien. Ik ga hem nu proberen. Het smaakt spang. We zijn nu buiten. En ze hebben hier gewoon een zeeman. Ze zullen hier vast ook wel een Hema hebben. Ik heb niet zo super veel gefilmd, maar... Ja, ik denk dat jullie wel wat kunnen zien van wat wij hier doen. En dit is dus de naam van het winkelcentrum Limbeckerplatz. Hey, ik zie een bekende hier in Duitsland. Wie is dat? Ja, we gaan naar Footlocker. Wij gaan nu even die winkelstraat hier in. Zoals je kan zien, heel donker. Gaan we even ook verder shoppen buiten in plaats van alleen maar binnen. Ik snap het niet, hoor. Je ziet alleen maar kleding. Alleen maar kleding zie je hier. Maar ze zeggen dat ze mango verkopen. Dat echt waar. Dit kan toch? Dit is toch niet goed? Ik ga maar gewoon lopen, hoor. Kijk, dan heb je gewoon een Hema, hoor, hey, daar ook. Kijk daar, kijk. Hema. Hema.
Shay, heb je lekker gespeeld daar? Heb je lekker gespeeld daar, Shay? Koud hoor. Zo nat. Misschien als ik dit doe, dan druipt er water. Maar Nani is een broek voor jou gaan kopen bij Primark. Ga je het aandoen? Je gaat het wel aandoen, want kijk hoe koud je het hebt. We zijn eventjes een koffietje gaan halen. Maar kijk dit. Oh mijn god. En deze. Heftig. Lekker man. Look at this, Nani. We zijn beland in de Aldi. Ja. Kijk het hier. Hé hey, mensen, deze moeten jullie kopen. 2 euro, die is 1,10 euro. Hoeveel heb je? Hoeveel heb je gekregen? 2. Wauw. Oké. Ga je er 2 nemen? Kom je wel tekort, hè? Kom je tekort? Nee, heb je niet genoeg. Dan heb je genoeg. Kijk, kan je 2 zakken snoep halen? Als jullie ooit in Duitsland zijn, koop of eet geen mayonaise, want die mayonaise is dan te zuur. Doei! We zijn in een andere winkel en deze winkel heet Kaufland. Oh, nu wil je wel op de dingen. Op de vlog. Zoals je ziet is deze supermarkt heel groot. Heel groot. En ik hoor net, chocola is hier uitgebreid. En goedkoper, ja. Kijk hier. Superveel. Baking soda. I got baking soda. Lekker voelen. We komen hier in naar Duitsland. Wij zijn naar Duitsland. Nee, je zag helemaal niks. Wij zijn naar Duitsland gegaan voor 2 dingen. Die Giotto. Marta. En eigenlijk voor zalm. Maar hopelijk hebben ze die zalm hier, want gaan kijken naar de vis. Het zou echt jammer zijn als ze het niet hebben. Die zalm is zo spang. Maar we gaan naar vis kijken. Ik hoop het. Peanut butter. Kom maar, ik heb die. Small, large. Waar is mijn whipped cream? Ja, dat hebben ze hier niet. Jammer man. Het smaakt het mes op. Natte doekjes. Nee. Shit. Natte interieurdoekjes. Ja.